Een mooie jonge vrouw, Tommy Wieringa. Dat is het boek wat ik vrij recent heb gelezen. En wat ik een bijzonder boek vond, maar misschien niet op de manier gelezen heb zoals de meeste Nederlanders het hebben gelezen. En met welke gedachten ze ook komende zondag de trein ingaan. Of misschien ook de trein uitgaan. Ik heb het boek meer gelezen in de zin wat ik een achterliggende boodschap vond. Dat pijn van mens en dier eigenlijk een parallele wereld weergeeft. Dat pijn die mensen kunnen voelen, dieren ook kunnen voelen. Andersom is het zo dat wij nog veel kunnen leren van de pijn die dieren ervaren op de manier zoals wij met ze omgaan. En er zijn misschien heel weinig mensen die zo tegen dieren aankijken. Maar gelukkig zijn er nog genoeg mensen die ook geven om dieren. Niet in de zin dat ze dieren boven mensen plaatsen, maar wel als even of gelijkwaardig zien. En dat vond ik wel het mooie in het boek. De pijn die de man aan het einde van het boek ervoer, in de zin dat hij een hele wereld om zich heen zag verdwijnen, dat zien eigenlijk dieren dagelijks door eigenlijk wat mensen veroorzaken.